Oh, Marion, kijk eens hier. Kijk eens hier. Wat krijgen we nou? Hey. Alsjeblieft. Wat leuk. En ik kom eigenlijk goed nieuws brengen, jongens. Ik zal de taart even neerzetten. Want ik heb gehoord dat jullie album, Dat is de Liefde, 10.000 keer verkocht is. In zo'n korte tijd. Ja, ik ben nog steeds beduusd. Ik vind het fantastisch. Na 4 weken 10.000 albums verkopen is wel echt uniek, denk ik. Ja, Marianne weet het nog beter dan ik, maar ik vind het. Ik ben heel erg trots, moet ik zeggen. Nou, ik wist wel dat het heel goed ging, want de eerste week dat wij binnenkwamen, dan hoop je dat je bij de eerste 30 zit, hè? En wij schrokken ons bij de pletten, want we kwamen binnen van niets op nummer 4. Dan wordt het spannend, want dat is de eerste doelgroep die gaat kopen. En ja, je kan zomaar terugzakken naar 60 of zo. En wederom stonden we op 4. En dan zie je al die namen waar je, nou ja, dat zijn wereldsterren. Beyoncé, en dat stond boven ons. En daar sta je gewoon tussen. En weet je, het wendt nooit. Het blijft geweldig. Want ja, je gaat studio in, je maakt muziek waar je zelf van houdt. En je hoopt dat Nederland dat ook mooi vindt, een deel van Nederland. En het bewijs is dan geleverd. Dan weet je dat je toch iets moois gemaakt hebt. Nou ja, mag ik gewoon eerlijk zeggen dat ik hoop dat er nog 10.000 verkocht worden en dat jij dan weer gewoon terugkomt en dan een echte gouden plaat. Dat is toch, ja, dat is toch wel, hè, dan mag je zeker, toch wel ja, hopen. Tuurlijk, tuurlijk. Zou mijn eerste zijn, dus voor mij helemaal geweldig. Hoe is dat nou, jongens? Op naar de 10.000. Proost, maar wordt op taart, hè? Hoppakee.